dames en heren. Goed dat jullie kijken naar een goed nieuwe vlog. Een vriend van mij die heeft beet. Kijk maar. Hij haalt hem er ook af als jullie zien. Nou, dit keer film ik zelf en Vince niet. Vince Roskammer, kennen jullie ook wel. Is ook een YouTuber. En ik vis met een werphengel. Maar jullie kunnen mij niet zo goed zien. En toch. Hi. En we vissen met maden. Oké. Okay. En ja, maak toch. En jullie zien nog wel vaker dat ik aan het vissen ben. En dat volgen jullie zelf allemaal. En toch, ja, we gaan allemaal dingen doen met vissen of niet. Lol trappen. Ja. We hebben heel vaak beet. Nou, ik niet. Ja, ik heb wel beet. Maar ik heb nog geen één vis gevangen. Hi. Hoeveel? Stukken of 30. Zou kunnen. Zie je, hij heeft alweer beet. Nee, nu niet meer. Maar we kunnen ook nog allemaal dingen doen. Maar ik heb wel beet. Ik heb wel beet. Kun je niet bepaald zien? Nee, ik kan het niet zien. Mis vlaggen? Ja, ik had wel beet. Ja, we gaan er maden aan doen. Ik zie iemand welke hengelvis. De hengeltje. En de dobber. Zie ik al. Hier. Nou, nu laten we zien hoe we de maden eruit doen. Je pakt de maat. Je knijpt erin. Zo. Je pakt nog een maat. Zo. En dit keer doe ik er 3 aan. Zo. En nu gaan we ingooien. Shit. Heb ik vaker? Nou, nu weer. Hij zakt ook een beetje. Nou, voordat je gooit, moet je je puntje ook nog eens checken. Anders gooi je mis. Nee, anders komt hij maar niet heel ver. Dan blijft hij hangen. Ja. En dit keer. Maar waar vissen we op? Waar vis jij op? Vondjes en brasems. Ik vis op brasems en vorens en stekelbaasjes. Maar ja, ik heb nog niks gevangen. Ik had misgeslagen. Dat is wel jammer. Maar ja, het is gewoon zo eenmaal zo. En hij heeft volgens mij alweer beet. Ja. Ja, weer een visje. Kuppie. Ja. Stekelbaas. Oeh, stekelbaas. Niet prikkelen. Stekel. Je hebt heel veel stekels. Laat je zien hoe je nu even een stekelbaas onthaalt. Deze is vrij klein, dus je kunt hem niet in zijn mond pakken. Dus daarom pakken we hem hier. Bij de kieuwen heet dat. Bij de kieuwen, omdat er zitten de stekels, als we hier in de weer wonen. We gaan die dingen uit en zo.
Daarboven, dat maak ik geen punt meer van. Want als we omhoog gaan, dan raken ze me niet. En dan kun je gewoon zo weer het water in doen. Daar. En jullie zien mijn dobber niet? Nee. Dat was weer een vis. Ja. En hij vist ook nog met die hengel. Gaat hij nu ophalen. Daar heeft hij niks aan. En met deze. Ja, zit er een aan? Ja, okay. Een stekelbaars. Hij... Ja. Alleen, die zit er gruwelijk in. Dus ik... Je hebt geen onthaken bij me? Ik wel. Willen jullie hem zien? De grote onthaken? Ja. Nee? Maar ik laat hem wel even zien. Nou, een jumbo-kas. Je hoeft niet altijd even groot. Maar ja, ik laat het wel even zien. Zo. Ja, daar pakt het weer. Nou, dit is de grote onthaker. Kijk maar, je moet hem omhoog halen. Zo. En dan kan hij open. En dit hebben we. Een pen, stoppertjes. Dat is dit. Haak, andere dingetjes, van alles. Belangrijke dingen. De meest belangrijkste dingen heb je nodig. Dat neem je mee voor te vissen. De haakjes, heel veel. Je hebt een stuk of 80 nodig mee. Onderlijntjes. Heeft deze weer beet? Nee. Nee. Nou, laat je zien hoe je deze ingooit. En wat voor puntje heeft die? Lichtste puntje. Kun je ook zien als je er groter aan hebt. Maar hoe heet dat puntje? Laat ik het zo zeggen. Gewoon een puntje. Een wikkelpikker. Jou wel. Oh, maar ook met leg hem even strak. Zo, dan kan je ook zien, zegt de wikkelpikker, dat je beet hebt. En zo vissen wij eigenlijk wel of niet. Ja. Ik heb net laten zien wat ik heb. Wil je ook laten zien wat jij hebt? Dit is mijn viskoffer. Ik wil ook nog op zitten. Ja. Dit, lood, die bakken, nou, kauwgom, ja, onderlijntjes, vier pakjes, nee, dit is ook nog onderlijntje, de stekkie ken je vast ook wel als je het hebt, en vispas, weet je waarom je die nodig hebt? Die heb je nodig, bijvoorbeeld je vangt de snoek, dan kan je ook zien. Het is een rotzooi, maar je hebt met dode zonthakertjes. Nou. Het is echt een hele rommetje hier. Dan doen we en dan? Die. En de laatste is het grootst. Haakjes, nou. Karfje, draad. En nog polies. Ja, voor wat? Voor welke vis? Polies voor karpers. Of je hebt een mix polies. Dus witkarpers, karpers, witkarpers. Daar. Die is dood. Ja, je ziet hem. Misgeslagen. Jammer dat hij dood is. De stekelbaars zijn hier heel zeldzaam. Jawel. Een klein beetje. Maar ik moet inpakken. En inpakken en naar huis. Ik moet naar huis, jongens. En ik hou in. Hij heeft beet. Maar tot de volgende keer.